Ik denk dat ik gewoon een beetje doorheen zat of zo. Hey, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik moet echt heel erg opschieten, want ik moet even snel naar de Bijenkorf toe. Ik moet even gezichtsproducten halen. Ik stap even over op een nieuwe. Ik ben net van Mexico gekomen en kijk, dit is de result. Dus ik ga nu heel snel even aankleden en even mijn spullen bij elkaar pakken. Oké, ik heb dit aan. Ik ben best wel vaak heb ik zwart aan. Weer met mijn doek, omdat ik mijn haar niet heb gedaan. Ik kreeg laatste vraag waarom ik mijn doek de laatste tijd zo vaak op heb. Maar het is gewoon omdat ik mijn haar niet doe. En heb ik dan gewoon geen zin in om mijn haar te doen. Dus dan doe ik het gewoon lekker zo. Vettig haar heb of iets. Even mijn riem goed doen tussentijds. Dan doe ik dus gewoon mijn doek op. Nou, alleen weet ik nog niet of ik die plukjes eruit haal. Denk het wel. Denk wel catchy. Ja, catchy. Ik ben nu bij de Bijenkorf en wat is het koud, jongens. Niet normaal. Ik heb ook eigenlijk geen goede jas aangedaan. Oeh. Kijk eens naar me. Even je haar. Dan moet je wel goed naar me kijken. Ik krijg echt zin in kerst als ik dit zie. Ik heb dus net wat producten van Kiehl's gekocht voor mijn huid. Calendula, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ben je klaar? Die collega's even kijken. Oké. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb die vitamine C serum gehaald en een goede dagcreme. En het was niet eens zo heel erg duur. Normaal ben ik echt wel veel meer geld kwijt aan huidverzorging. Maar dit keer viel het echt mee. Wat wel top is dat je het 28 dagen mag gebruiken. En als het niet werkt, je krijgt uitslag of zo, dan mag je het terugbrengen. Oké, ik ben dus nu in de pashok, want ik ga... dit passen. En het is allemaal corrigeren. Dus als ik een jurkje aan heb, wil ik gewoon dat dit lekker strak zit hier. Ja, daar ga ik voor. Dus laten we maar lekker gaan passen. Echt super strak. We zullen zien. Oh jezus, het is echt koud. Niet normaal. We gaan nu even snel Memphis ophalen. Hoe laat is het nu eigenlijk? 10 voor 1. Oh. 1:30 redden we wel, hè? Alles. Ja, we zijn nu helemaal in Zandvoort namelijk. Oh, koud. Dus het is nogal even. Ik heb een hele rode neus in die kou. Nou, ja. Rood dopje. Rood dopje. Nee, dat is van rec. Dat is van recording mop. Stupid. Hey vriend. We gaan even eten. Ga even lunchen? Ja. Wat is dat mooi voor Sint Maarten? Nee. Niet? Het is een paddenstoel. Oh, is dat een paddenstoel? Wat een mooie paddenstoel heb je gemaakt. Goedemorgen, het is nu ochtend en ik ben net wakker met Memphis. Die is nu bij mijn buurman aan het kijken. Adesho en ik zijn gaan voetballen. Ligt 6 uur al opstond of zo. Echt vet vroeg. Vanavond hebben we game night. Ik heb niet gesport vandaag. Ik wilde het wel doen, maar ik heb het niet gedaan. Echt zwak. Zwak merk. Ik heb ook als ontbijt heb ik pindarotjes gegeten met pure chocola. Super lekker. En nu ga ik eventjes de was doen. En dan ga ik aankleden voor vanmiddag. Want we gaan eerst even lunchen langs het strand. En dan in de avond lekker spelletjes spelen. We hadden ook een nieuw spel gekocht trouwens. Die Monopoly Vals spelen. Nou, ik kan daar zo niet tegen. Oh my god. Ik vind het zo onredelijk. En ik word er helemaal gek van. En weet je, Nick is gewoon heel erg goed met vals spelen eigenlijk. En dat is irritant. Want ik ben dat niet. Als ik vals speel, dan zie je dat meteen. Ik word helemaal rood. En bij hem niet. Hij is gewoon heel, het gaat heel, hem heel smooth af. En dan heb je bijvoorbeeld net een hele dure straat gekocht. En dan jat hij die gewoon van je. En dan is echt kut. Wel lachen, gieren, brullen. Nadat ik heel erg boos beers ben geworden. En nadat ik al 10.000 keer tegen Nick heb gezegd dat ik de bank gaat slapen. Maar uiteindelijk komt dat wel goed. Ik ga nu even mijn huis een beetje fatsoeneren. Oh, en ik ga zo mijn gezicht wassen. Ik had gisteravond al mijn gezicht. Oh, wacht even hoor. Ik had gisteravond trouwens al mijn gezicht was met mijn nieuwe gezichtsproducten wat ik gisteren liet zien. En ik moet zeggen, het is wel een toppertje hoor. Het voelt echt super fijn aan. Ja, ik heb wel ontstekingen, maar ja, het zou echt wonderbaarlijk zijn als die ontstekingen in één keer weg zouden gaan na één keer gebruiken. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ga dadelijk ook weer even mijn gezicht wassen. Laat ik jullie meteen zien hoe ik mijn gezicht was. Want ik heb ook zo'n machine dat zo... En dan maak ik alles goed schoon. Dat ga ik doen. Jongen. En ik ben op zoek naar een nieuwe bril. Want ik vind deze te groot. Oh ja, ik zou nog ook nog even uitleggen waarom ik... Ja, schatje. Moet je plassen? Ga maar. Hij gaat nu helemaal zelf, hè jongens, naar de wc. Poepen en plassen. Zij is helemaal klaar voor de basisschool. Ik had trouwens dit ding nieuw gekocht.
bij de bijenkorf gisteren. En hij is echt super strak. Echt heel erg mooi. En ik krijg het ook echt binnen inhammen. Pretty, pretty, pretty. Oh, ik ben buiten adem en het was gedaan. Ik ga nu even snel mijn gezicht wassen. Daarna snel even douchen. Ik laat eerst mijn gezicht apart en daarna ga ik pas douchen. Zo erg. Een beetje lauw water. Lensje in doen. Perfect. Dan deze dingetjes worden op. Dat doe ik ook altijd mijn handen wassen. Dit ding en dan doe ik twee pompjes van erop. 1, 2, dun. Voelt echt wel fijn aan deze hoor. Het is echt super smooth. Hij loopt dus. Hij maakt mijn huid ook niet heel erg droog. Oh ja, en de reden waarom ik mijn gezicht eerst en daarna pas ga douchen. Ik vind het een beetje raar, maar anders ga ik mijn gezicht nat maken. En ik douche altijd best wel heet. En dan wordt mijn huid ook heel erg droog van, zeg maar. Maar dat wil ik niet. Ik weet wel dat ik mijn haar nog moet doen, nadat het echt een shitload aan werk is. En nu heb ik dus mijn huid helemaal clean en droog gemaakt. Koud. Ik laat het nu gewoon even drogen. Ik ga alvast even mijn haar uitkammen. Mijn haar blijft gewoon zo staan. Dit is er dus uitgekomen. Oh my god. Dit geval was hem. Oké, nu even snel mijn haar doen. En dan ben ik klaar. En die ga ik even snel afcamera doen. Vet snel moeten doen. Vet koud vind ik het vandaag. Maar, oeh, camera. Ik zit eindelijk in de auto. Jeetje. Zo, 100 uur later en wij zijn aangekomen hoor. Zijn wij altijd te laat. Hey. Jij je haar moet doen. Kijk daar! Vogel! Ja! Wat is dat mooi jongen. Kom, lopen met je buurman en buurman. Nog een keer twee buurman en buurman. Jeetje. Die is groot. Nog groter dan mijn hoofd. Ja. Zo, wat lekker. Yo no soy marinero, soy capitán. Woo! A la bamba. Ja, we gaan naar Leefjaars. Hé, kijk, zie je dat? Een koe. Stier. Hallo, stier. Een hele goede morgen. Het is super koud. En ik ging net met Alessio mee naar zijn voetbal. Want hij heeft extra training voor voetbal. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is koud. Niet normaal. Dus ik ben nu maar even in de auto gaan wachten op hem hoor. Want ik trok het niet meer. Echt super koud. Ik heb mijn bril opgedaan, mijn ogen begonnen een beetje pijn te doen. Ik ben nu even met Zeno aan het lopen en vanavond gaan we even Sint Maarten lopen. Ik ga er niet een heel big deal vandaag van maken. Ik vind het eigenlijk best wel zonde dat het op een zondag is. Want normaal uit school dan leeft het wat meer of zo. Het lijkt wel alsof het nu helemaal niet zo leeft. Ik ga wel een paar huisjes doen met Memphis. Alessio die wil dat niet meer. Die vindt zichzelf te oud daarvoor. Puber als een malle. Ik zou nog even terugkomen door het verhaal waarom ik dus eigenlijk niet zo vaak... Wacht, mijn bril... Waarom ik dus niet meer online was. Ik was van Mexico gekomen. Jullie hadden mijn vlog gezien. Ik zou hem anders even daar of daar linken. Ik weet niet. Ik had gewoon helemaal zin in niks. Ik wilde gewoon alleen maar op bed liggen. En ja, films kijken. Terwijl ik dat normaal nooit echt heel erg heb. Achter me door series kijken heb ik normaal ook helemaal niet. Maar ik dacht echt, ik ben gewoon moe. En mijn lichaam was moe. En
Ik weet niet, dus ik dacht van, weet je, ik ga eraan toegeven. Want ik kan er wel tegen blijven vechten. Maar als ik dan een video in elkaar wil gaan zetten, dan wordt het toch niet echt helemaal mijn ding. Snap je? Dan doe ik het omdat het dan moet. En ik vind het moet wel, ik moet het doen omdat ik het echt leuk vind. En ik moet ook doen wat ik leuk vind. Snap je? Niet dat ik daar, dat ik geen rekening hou met wat jullie leuk vinden. Maar ik moet het ook wel zelf leuk vinden. En daarom ben ik vandaag met mijn YouTube kanaal begonnen. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem even gewoon een weekje rust. En dan zie ik wel hoe het schip strandt. Die wind. Mijn energie begint te komen, laat ik het zo zeggen. Kom, Zena, we gaan terug. Want het is echt vanuit je hart weer, weet je. Ik heb ook allemaal leuke ideeën wat ik allemaal wil gaan doen. Ik wil een nieuwe intro gaan maken waar ik nu ook nog steeds mee bezig ben. En mijn banner wil ik vernieuwen en zo. Dus dat het gewoon één geheel allemaal wordt. En allemaal ook weer leuke video ideetjes en zo. Dus het komt helemaal goed, maar ik had gewoon even die break nodig. Ik weet niet. Ik had gewoon even tijd voor mezelf nodig. Ik heb ook echt voor mezelf. Dus ook geen kinderen, helemaal niks. Gewoon echt voor mezelf. Ik denk dat ik gewoon een beetje doorheen zat of zo. Zeno wil niet mee terug. En ik heb ook veel gewandeld met Zeno. Dat vind ik altijd wel lekker als je een beetje down bent of in een dipje zit. Om dan met de hond te gaan wandelen. Want jij bent me er een, hè? Hi. Ben je klaar voor? Ja. Ga je zingen? Ja. Ben je er ook klaar voor? Tasje om je schouder. Born ready. Ja, kom maar zingen. Nee, ga maar zingen. Sinterklaas. Sinterklaas, de koeien bestaarten. Deze. Ja. Goed zo, doe maar je tasje. Dankjewel. Sinterklaas. Oh, je lijkt wel een kangaroo. Zeno. Ik heb een baby. Wat doe je? We gaan slapen. Slaap lekker. Empire Diaries. Kijk, ik ben nu bij seizoen 4. En daarna ga ik pitten. Love it. Oh my god. Die trappen killen me nog eens een keer. Terwijl ik sport, dus ik snap het niet. Dat moet dan toch beter gaan op een gegeven moment.